Dit is het strand van Saint-Marie-de-la-Mer aan de Middellandse Zee. Heerlijk weer, 27 graden. We gaan lekker fietsen vandaag. On voyait dans tous les jardins danser les jupons. Oui, les roses se fanaient, rentraient les filles. Hier staan we op de camping, maar we gaan nu vertrekken. Dit is vanuit de bus onder onze luifel doorgefilmd. We staan hier direct aan het strand. Heerlijk. We zijn de pier afgelopen en daar verderop staan we met de camper. We kijken zo direct op het strand. Lees even een lekker band. Gelukkig wel, je water bij de hand hebben. Ries heeft zijn 30 graadje al in de band gevonden. Dit keer het achter. En gaan nu over een riviertje naar Egmart. Nu ga je wel met een bootje varen. Allemaal ooievaars op een rechter. Het 54 graadje in de band van Ries. Des fleurs étaient comme hiver. Elle ne supporte plus l'ennui. This is Egmart. Egmart, een nog heel ommuurd oud stadje. Antieke draaimolen lijkt het wel. Zo hebben we vannacht gestaan, direct aan het meer. Boven Perpignan vonden we dit mooie strand en het weer was nog prima. We zijn hier bij Le Cate. Dan heb je de etangs van Le Cate en je hebt de zee. Hier achterin loopt een hele smalle zanddijk, daarachter zit de zee. Ik heb met de fiets hier. Ries heeft een nieuwe band gekocht. Heerlijk, 30 graden hier aan het strand. Nee, hè? Aan de Middellandse Zee op weg naar Spanje. Mooie rotsachtige kusten. We zitten nu in Spanje, 2 kilometer voor Tarragona. Rijstvelden in de Ebro-delta. De Ebro. In de delta, het water is helder. En Ries zit te smikkelen hier. Dit is de Ebro bij Tortosa, het binnenland. We gaan het vervolgen en kijken of we nog boven kunnen varen. We staan hier op een prachtige camperplaats in Morella. En het stadje is helemaal ommuurd en er is een kasteel boven. Een aquaduct. Ries is aan het koffie zetten. Een kruidenwinkeltje in het dorpje. Dorpje hoor, Morella. Echte parfumerie.
hele grote papmaché poppen. Het hout ligt klaar voor de dag. Prachtig oude dakranden. Franciscaners hebben dit in handen gehad, al in 1300. De kerk van het kasteel. Helemaal kaal. Hier zien we het dorp helemaal van boven. We zitten boven op het kasteel, bij de boogjes die we van beneden vanaf de camper kunnen zien. Dit zijn de bogen. Ries moet boosjes kijken. Een jaarplaats kost €1860 in de haven van Vinaros. Prachtig, we staan hier direct aan het strand van Cambriels. We staan hier direct aan het strand, heerlijk. Bij Cambriels. Een heerlijk verlaten strand, direct naast de camper. Door de Pyreneeën, via Villa, terug naar Frankrijk. Prachtig, een rivier, gorges, meren, stuwmeren. Geweldig mooi om te zien. Hier hadden we bootje moeten varen. In de Pyreneeën, net voor Villa. Een mooi stuwmeer. Daar staan we in the middle of nowhere. Daar staat onze camper. In de Pyreneeën. Een dorpje en langzaam beginnen de herfstkleuren hier te komen. In België, net over de grens met Frankrijk. We lopen nu naar het kasteel van Chimay. Kasteel van Chimay. De champagne komt bijvoorbeeld uit Chimay.